Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag. Ik ga deze ochtend werken. Na mijn werk ga ik sporten, dus ik heb mijn sportoutfitje al aan. En ik heb helemaal mijn kamer veranderd en ik heb een nieuw bed en zo. Maar daar kom ik later bij jullie op terug. Ja, ik ga nu eerst naar werk. Nu even heel iets anders. Ik heb namelijk echt de leukste items ever geshopt op Naked. Het is een hele doos vol. Ik ga jullie alle items laten zien. I cannot wait. Jullie weten. I got your back, guys. Natuurlijk heb ik korting voor jullie geregeld. Sarah YouTube, het zal hier in beeld staan, krijgen alle nieuwe gebruikers 30% korting en alle bestaande gebruikers gewoon de normale vaste 20% korting. Dus dat is echt heel veel. Heel erg nice. Alle linkjes staan of course in de beschrijving. Dus laat ik even aan jullie zien wat ik allemaal heb. Als eerst deze super leuke tas. Deze is gewoon lekker groot. Ja, leuk. Ja, ik vind deze echt top. Ik vind dit zo chill. Gewoon lekker zo groot en zo. Het geeft wel echt een vibeje. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik mijn favoriete blazer die ik in het grijs had. Ook in het donkerbruin. Omdat ik er zoveel complimenten over had. En dat niet alleen. Omdat ik er zelf gewoon echt obsessief mee ben. Dus letterlijk mijn favoriete blazer. Ik heb hem dus in het beige grijs. Een beetje taupe. En dus nu ook in het donkerbruin. Ja, ik vind dit echt de leukste blazer die er maar bestaat. Hij is zo chill en leuk. Wellicht herkennen jullie hem al. Maar dit is dus de blazer. En ik heb daar dus ook de bijpassende broek bij. Dit is toch te leuk. Ik vind dit echt helemaal leuk. Het staat echt goed bij elkaar. Helemaal leuk pak. Hij moet wel eventjes gestoomd worden. Maar ja, dit staat toch echt helemaal leuk. En dan deze top erbij. Die is ook van Naked. Een bandeau top. Deze bandeau tops zijn echt mijn favoriet. Maar ja, helemaal leuk setje dus zo. Dan een zwarte satijnen lange rok. Ja, ik heb nu sokken aan. Sorry, dat ziet er echt niet uit. Maar het idee is wel heel leuk. Ik ben echt helemaal into de lange rokken de laatste tijd. Ik vind het zo leuk. Laat de zomer ons nu momenteel echt in de steek. Wel een leuke rok om te hebben. Het kan ook wel voor een feestje bijvoorbeeld in de winter. Dan echt dit te leuke jurkje. Het is tweedelig. Dus het zit zo dit sjaaltje. En dan zo dit jurkje. Dit is toch te cute. Ik vind het zo leuk. Het is echt gewoon een beetje zo wijd. En dan deze nieuwe hakken. Nou, deze vind ik al helemaal enig. Ze lopen ook nog eens heerlijk. Ze lijken heel hoog, maar ze lopen gewoon zo chill. Ik zou hier echt een hele avond op kunnen staan, denk ik. Te fabulous. Ik vind het echt heel leuk outfitje. Ook zo samen. Echt, I like it a lot. Dan heb ik echt nog een heel leuk jurkje. Maar hij is gewoon veel te groot. Er zitten hier een soort flappen dat echt veel te wijd is. Omdat het dus zo'n diepe rug heeft. Echt jammer, want het had echt zo mooi kunnen zijn. Maar het is gewoon helemaal los hier. Dus je ziet echt zo die boep. Echt jammer dit. Dan echt deze fabulous outfit. Hoe leuk is deze top? En hoe leuk is dit rokje daar ook bij. Dit is toch helemaal leuk. Ik hoop snel dat er wel een beetje zomer komt. Maar dit is toch zo cute. I love it. Oh, en ik had ook nog deze leuke laarsjes. Maar ik pas ze helaas niet. Echt jammer. Want deze zijn echt zo leuk. Dan misschien wel mijn lievelingsitem. Misschien. Ik had niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Maar deze maxi jurk. Het is echt van een soort sweater stof. Dus het is meer echt voor het najaar. Maar dit, nou, het is nu ook een soort najaar. Maar dit is toch te leuk. En hij heeft dus ook een open rug, een soort split. Maar van de achterkant lijkt het een two-piece set. Maar het is gewoon een maxi jurk. Ja, ik vind dit echt niet normaal. Zo leuk. En last but not least, deze cargo pants. Hij is wel echt ziek. Hoe noem je dat? Oversized. Maar wel echt heel leuk. Dus ik moet er denk ik gewoon nog een beetje aan wennen. En dan dit leuke shirtje zo gedragen worden. Dus vergeet zeker niet de kortingscode Sarah J, Griekse I, T, dus YouTube staat hier beeld, te gebruiken. En dan met korting shoppen. En je kan de linkjes in de beschrijving checken voor de items. Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Ik heb de hele avond...
Ik heb de hele avond geëdit en zo. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga lekker mijn bedje in. My new lovely Emma sleep bed. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen als in dit bed. Dus niet normaal. Morgenochtend weer naar kantoor. Ik ga de hele dag werken. En in de avond heb ik weer een massage. En deze massage heb ik wel eens vaker gedaan. En het is eigenlijk een soort healing massage. Dus gewoon chillen en masseren. Maar ze gaat ook echt met ademhalingstechniek en zo. Super interessant. En heel fijn en goed. Maar ja, ik ga nu lekker mijn bedje in. Oh. Ik hou zoveel van mijn bed. Ik moet nog even wat content editen van zonnebrillen.com. Dus dat ga ik doen. Dan ga ik zo meteen lekker bellen met Stan. En dan slapen. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdagochtend. Ik ga nu naar kantoor lopen. Dagje werk op kantoor. Ik ben zo wit. What the fuck. Het is ook gewoon eind juli, midden in de zomer, ben ik gewoon tering wit. Nah. Ruik het. Ja, het was zo, hè? Maar dat doe je dus door de Lies is een gezellig kantoor. En ze heeft allemaal dingen meegenomen van Yezen. Maar dit schijnt dus helemaal lekker te zijn. Dit is gewoon een soort limo. Ja. Met proteïne. Maar dan als limo. Wat goed. Doe met SodaStream. Oh, oké, kom. Ja, we gaan even deze testen. We hebben ook ei. Ik zie er echt niet uit. Maar we doen het er maar mee. Oh, dit is zo'n eng mond van mij. Ja, maar schat. Waar was die ander? Die is niet goed. Oké. Ik ben echt benieuwd. Het is dus ei. Oh. Antibiotica, dat is een de cherry. Fresh cherry flavor. We gaan het even zo dat het ruikt. Dit smaakt naar die, je weet of die Haribo. Ja, zo ruikt het ook echt. Zo! Daar ruikt het echt naar. Het heel weinig. Echt heel weinig. Maar het is wel goed. Het gewoon uit en is nog goed. Scoop. Wow. Per portie 100 calorieën. Wow. 30? 100. Oh. Ja, we moeten wel deze drinken. Ja. Ik zou eerst een laagje water willen doen en dan pas die scooter. Okay, maar ik wil wel doen één met spa rood en één met normaal. Oké, okay, ik heb spa rood. Oké, okay, ja, ik ben normaal. Die stond mooi. Oké. Okay. Oh, ik vind het wel spannend. Misschien en dan dit gewoon erin. Ja. Zo'n hele scoop. Zo'n hele scoop. Hoe spannend. Ja. En dan moet je het voor de water nog gewoon. Eigenlijk moet je een shake maken, maar dat. Oh. Nou. Nou, dan zouden er een aantal staan. Oké, nou, dit doen we. Maar we kunnen het ook even mengen met de matcha. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat moet gewoon heel goed rollen. Eigenlijk moet je nog even 5 minuten in de koelkast zetten en dan zijn de rondjes eruit. Oh. Nou, je hoort je allemaal tips. Yezen. Zo, koopje met. Welke code water erbij doen? Welke code. Jezus. Welke code kunnen ze gebruiken? Lisa van der Val. Ja, Lisa van der Val. Veel meer water. Ja. Dat lijkt op yoghurt. Ja. Je moet hem gewoon helemaal vullen. Ja, ik moet natuurlijk eigenlijk gewoon een shakebeker hebben. Wat is het nou? En een roer. Oh, maar het ziet er heel bijzonder. Ja, ik krijg ook heel vaak van die potten opgestuurd. En dan is het mystery white of mystery blue. Dan moet je raken wat smaak het is. Ja, ik had gisteren mystery white. Maar hoeveel neem jij dit per dag? Ja, eentje. Want dat is een sportje. En dan geen proteïne shake. Dat nee, dan dit dan is een proteïne. Ja. Dus jij doet die met van die voor. Ja. En melk. Maar het is niet clear. Hoort het clear te zijn dan? Oh ja, is ook clear. Je moet gewoon een shake beter hebben. Of het kan ook in een blender. Kan dit er niet. Nou, dit hebben we natuurlijk nodig. Dit kan even beter hoor. Sorry, als jullie konden zien, dit er nu uit. Ja, dat kan toch? Oh. Shit, de mij die gaat goed daar. Nou, die van mij is bijna klaar. Nou, cheers. Ja, dit is alles voor limo. Ja.
Dit is top. Oh, dit is lekker. Het zit helemaal geen prik aan. Eiwit shake. Nee, ik hoef gewoon helemaal geen eiwit eigenlijk. Wow, is lekker. Smaakt een beetje maar het heeft helemaal geen soda stream, of wel? Nee, niet echt. Het is een soort optimaal, maar dan in een limo. Ja. Want het heeft wel een beetje die optimaal soort van nasmaak is. Alleen niet die gore substantie. Oh, ik had gisteren zo. Ik heb maar in de twee morgen single heb je zo'n proteïne uit de maat. Ja. Oh, en ze waren allemaal. Ik had normaal tot de zero, maar de zero was er niet. Oh, maar dit kan er wel uit. Maar die zero was er niet. Dus toen had ik dacht, oh, dan ga ik de vegan eens een keer proberen. Nee. Het was een soort smurrie. Het was gewoon zo dik maar, en goor. Ik weet dus niet of ik in vegan proteïne geloof. Sorry, vegans. Zo allemaal, het is inmiddels avond. Ik heb lekker HelloFresh gegeten. Dat was echt fucking lekker recept. En daarna ben ik naar een massage gegaan. Dit is de tweede keer dat ik naar deze plek ben gegaan. Het heet Healing Massage. En wat zij dan ook doen is dus een beetje massage, healing, ademhaling technieken. In de volledige ontspanning komen. Dus hij voelt gewoon waar het vast zit in mijn lichaam. En hoe dat komt. En waardoor er pijnen zijn. En nou, het is echt fucking ziek. Echt een aanrader. Healing massage dus. Zit in Noord en in de Jordaan. In de Jordaan hier is echt heel dicht bij mijn huis. Dus dat is fucking chill. Dus daar ben ik terug. Heerlijk gehad. Ik ga zo lekker douche nemen. En lekker mijn bedje inkruipen. Morgenochtend ga ik weer naar kantoor. En morgenmiddag komt Stan. Dus dat is helemaal gezellig. En ja... Ik ga even een theetje zetten. Yo guys, ik ben terug van werken. Vandaag heb ik überhaupt wel de vlog geopend. Hallo allemaal, het is vandaag woensdag. Het is alweer middag. Ik heb een ochtendje voor kantoor gewerkt. Ik heb hem net lekker klaargemaakt. Stan, die komt zo meteen, dus dat is helemaal gezellig. Ik wil jullie even een mini roomtour geven, want ik heb een hele kamer verbouwd. Dus dat is wel leuk. Deze kast is ook nieuw en ik ben er zo fucking blij mee. Het geeft de keuken zoveel meer ruimte en gewoon zo'n betere, chicere look of zo. En mijn kamer, ja, hier zat een heel groot naked pakket. Dit ga ik jullie ook nog laten zien. Ik heb echt fucking leuk item. Dit is gewoon hetzelfde. Maar ik heb dus nu heel mijn woonkamerhoek hier. En ik vind het zoveel beter. Ik heb dus ook dit nieuwe meubel voor mijn tv eindelijk. Ik sta niet meer op een krukje. Ik heb hier mijn beauty corner. Daar staat deze stoel ook, maar ik ging hem net even opmaken in het raam. Het is toch helemaal goals. I love it. En dan mijn kasten zo hier. Was ook allemaal net perfect hoor. En dan dus mijn nieuwe bed van Emma Sleep. Ik heb een hele mooie boxspring gekregen in een beige kleur. En hij slaapt zo fijn. Het is zo'n lekker bed. Ik heb ook een topper erbij. Helemaal geweldig. Ik ben er zo blij mee. Het ligt zo lekker. Eigenlijk is het ook wel leuk om te vertellen hoe ik eigenlijk aan dit huis kom. Ik weet niet. Ik heb het wel eens vaker hebben gezegd. Ik heb het vast wel een keer benoemd. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat ik met mijn huisgenoot Cecile kan samenwonen. Want Cecile woonde hier al. Die woont hier nu al 2,5 jaar of zo. Ja, zij zocht een huisgenoot, want haar oude huisgenoot ging weg. Ze zocht een nieuw huisgenoot. En ik wilde natuurlijk heel graag naar Amsterdam. En als je mij lang volgt, weet je dat ik echt al heel erg lang op zoek ben naar een huis in Amsterdam. Eigenlijk het moment dat ik hier stage ging lopen bij Habs Louis toen. Dus dat is echt 2 jaar geleden of zo. Was ik al op zoek naar een huis. Ik vond dit zo lastig. Het was zo moeilijk. Het was gewoon bijna eigenlijk niet te doen. Dat is eigenlijk het hele ding. Het was eigenlijk bijna niet te doen. Ik ben zoveel bezichtigingen geweest en hospiteren. En het was vreselijk. Als ik dit toen die tijd had geweten... had het mijn leven zo verbeterd. Maar je hebt dus een platform, namelijk Kamernet. Daar kan je een kamer, een studio, een appartement, whatever je wil, kan je opzoeken. En meer dan 2000 mensen per maand vinden daar een kamer. En ik wilde dit gewoon heel erg graag met jullie delen. Omdat ik zelf ook gewoon zoveel moeite heb gehad met het zoeken van een huis. En het is niet alleen Amsterdam, maar door heel Nederland. Je kan dus helemaal je eigen preferences invullen. Dus hoeveel huur je per maand kwijt wil. Wat voor soort huis je wil. Een kamer, een appartement, bla bla bla. Hoe groot. Dus je kan helemaal naar jouw voorkeur op zoek gaan. En elke maand komen er ongeveer 2500 nieuwe kamers en huizen op. Dus het is echt ideaal. Ja, ik zal zeker even gewoon een linkje in de beschrijving zetten. Dan kun je het checken. Maar ik wil je dat gewoon heel graag delen met jullie. Omdat, ja, ik weet hoe lastig het kan zijn. En ik ook heel vaak DM's en vragen krijg van... hoe heb je dit gedaan? Hoe heb je het gefixt? Kijk, aan mij kan je niet echt voorbeeld nemen. Want ik heb gewoon geluk gehad via via. Maar heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Check het zeker even. Ik ben echt zo blij dat ik op mezelf woon. Ik... was het thuis gewoon echt helemaal zat.
Ook al hou ik echt van mijn ouders. Ik vind het gewoon fijn. Ik ben gewoon een zelfstandig persoon. I love it. En ik ben ook helemaal blij met mijn nieuwe kamerindeling. Het voelt helemaal alsof ik gewoon in een soort nieuw huis woon of zo. Zo grappig kan dat zijn. Ik ga nu even zo'n koffietje zetten. En dan komt Stan er zo aan. Ik kom net terug van sporten. Lesje Booty Club gedaan. Dat is echt heerlijk. Nu hebben we weer HelloFresh gekookt. Zo friet gemaakt met salade. En een Duitse biefstuk. Maar volgens mij is het gewoon een soort hamburger. Ja, salade met spergieboontjes. Nou, eet smakelijk, schat. Goedemorgen allemaal. Wow. Waarom ben ik ook hier niet scherp? Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels wel bijna 10:30. Het is donderdag. Een ochtendje lekker vrij. We hebben het stand. Ik ga nu even ontbijt halen. Een croissantje. En heerlijk dagje. Vanavond hebben we het terrasfestival, ook al is het echt paupers weer. Dat is jammer. Maar wat doe je eraan? Maar goed, ik ga nu even naar de appie. Het is nu net even gelukkig niet aan het regenen, maar het is zo druil weer. En dan is het zomer. Ja, wat is dit voor zomer? Even serieus. Het is corona wat. Oh ja. Donderdag. Ik weet niet waarom ik mijn horloge. Ja, maar het is. En het is. Oh nee, ik wilde kijken hoe laat het was. Het is 6 uur, zijn klein met werk. Mijn lieve poesje is er weer. Blikjes van Kikker. Ja, de baas. Die is lekker, hè? Heel chill. Ja, is heel lekker. En we hebben een lekker borrelplankie. We gaan zo naar het terrasfestival. Max is onze nieuwe werknemer. Nee, schat, I know. Zin in terras? Een? Altijd. Oh nee, trouwens. Altijd zin in terras. Ja, wat doe je? Dit was onze eerste shoot. Kijk, hè? Oh, die. Die foto, ja. Oh, zo lief. Met dat man. Toen die dingen. De schat is er. Nou, okay, we gaan er. Oh, je bent aan het vloggen. Ja. Nee, schat. Ja, maar hij heeft net gewoon zo'n shot. Zo, vol met vodka. Nou jongens. En dan zijn wij hier de ouderen, hè? Dat is niet normaal. Wij moeten dit kunnen meer. Nee, ja. Wij moeten dit juist kunnen, maar wij kunnen dit niet. Ik weet niet. Ik zit in mijn turn. Nou. Voort niet. Oké, dan doen wij er dan ook nog maar één. Ik moet op Levi's level blijven. Ja, ik wil er ook nog één dan. That's the plan. Ja. Nou, ja, niet zo weinig, Thomas. Ja, er mag wel iets meer bij. Nou, iets meer. Nee, ik vind het echt genoeg. Ja, een Febo-ding. Ja, maar je kan daar ook allemaal eten, hè? Cheers to the plak. Cheers! Alive. Oké, laat. Nee, die is van mij. Oh, nee, nee, maar. Nee, zie, jij hebt er twee op. Oh, nee, dit is lekker, zo'n nipje. Ja. Ja. Ik word wel een beetje. Merel denk ik echt, wat gebeurt hier? Dit is niet mijn kantoor, denk ik. Iedereen kan het vertellen. Eén wijntje, het is klaar. Het is klaar, hè? Zal ik hem nog maar even eentje mee opnemen? Ja, voor de vlog. Zit er nog wat in er? De geur is al vol te doen. Nou, wat jij wil. Hier is het op de grond, hè? Hé, schatten op het leven. Hey! Oh, dat ze zo. Ja, ze zijn bijgevallen. Heeft iemand op dit? Ja, maar. Hoe kan hij hier normaal staan? Schat, Joret, ik stond daar met de fles, stond daar met de ding en die zei: je moet het nog opdringen. En ik ging tanken. Want ik dacht: ja, dit is mijn geld. Ik moet het niet. Oh, god. Een hele kleine. Ik word niet rond voor het geld. Ja, dat zeg je. Flark in de back! Woe! To inspire you. Hallelujah.
broccoli! We hebben lekker McDonald's besteld. Mac is er. It's a lot. Wat is dit nou weer? Een hele tas met alleen één ijsje. Ja, omdat dat een koude tas is. Dus één tas met één ijsje. Dat is de koude tas. Dit is de warme tas. That's how it works. This is how... Ik heb een friet met een frietsaus. Jij mag ook. Quarter pounder for me. Frietjes. Chicken nuggets for you. Ah, tennis for you. Oh. Mmm. Waar is mijn cheeseburger? Die better. Oh mijn god, dat is echt. Dat zijn denk ik een van de kutste dingen die je in het leven mee kan maken. Dat je shit in het is. Ja. Zo, so, ik heb echt een paar keer in mijn leven dat ik echt dacht. Dit gaan we toch echt even doen. Mm-hmm. Gewoon het leven zal me dan echt tegen. Ik wil even een mini mukbangetje doen voor mijn volgers. Fuck, het was zo'n koud colaatje. Too late. Jongens, wat een fucking leuke avond. Het was zo fucking leuk. Het was echt leuker dan ik had verwacht. Ik dacht, kut weer. Maar het was echt gezellig onder die tent. Ja, ik denk ook wel dat het zeg maar qua mensen, het was rustiger door het weer. Maar daardoor vond ik het ook wel chill. Mm-hmm. Ja, ik vond het echt gezellig. Uh-huh. We zouden eigenlijk uitgaan. Nou, dat wilde Liva heel graag. Ja. Maar ik wilde, toen ik daar stond, wilde ik het ook echt. En zo naar jou, Liva, deze mukbang is voor jou. Ja. Maar ik wilde dat ook echt. Nou. Toen ik eenmaal hier thuis was, toch? Ik het niet meer. Ik ben blij dat ik thuis ben. Ik ook. Ik ben blij dat ik in Amsterdam woon. Dat ook. Waar is mijn zoet-zuursaus gedaan? Ja. Ik moet gewoon kipnuggets als ik Mackie bestel. Ik hou. Ik wil wel met dat ijsje. Oh ja. Ja, ik hou zo van een kinderen. Laat weten jongens, wat is jullie standaard Mac-bestelling? Heel veel mensen doen ook nog uit hun jeugd toch altijd die Mac Happy Meal. Ja. Ik doe dat ook best vaak gewoon nog een Happy Meal. Ja? Ja. Maar wel van alles wat? Ja, je hebt gewoon van alles een kleine snackie, weet je. Ja. Eigenlijk is Mac gewoon heel goor, maar het is gewoon geweldig. Ja. Het is zo kut, maar zo lekker. Man, hoe doen ze het, hè? Dit heeft zo'n Mackie smaak en hoe kan dat? Niks smaakt als McDonald's gewoon. Het heeft echt een Mackie smaak. Ja. Ik vind het wel. Zo apart. Het schijnt dus dat de aardappel van de Mac geïmporteerd wordt uit Amerika. En dat overal op de wereld ze dezelfde aardappel gebruiken. Wow. Want die is heel lang en dan kan je dus lange, dunne, stevige frietjes van maken. Mm. Die niet uit elkaar vallen. Ja, want bijvoorbeeld de friet van de KFC of van de Burger King vind ik echt fucking goor. Ja, ik ook. Vind ik zo vies. Dan zou ik echt nooit friet bestellen. Gewoon nooit. Ook tip, als je last hebt van je stoelgang, obstipatie, één keer Mac eten, dag na. Altijd naar de wc. Zulke troep is het. Beetje vies. Ja. Ook zo leuk met Thomas en Max. Oh, het was zo leuk. Echt gezellig. Heb je gevlogd dat je daar was? Mm-hmm. Maar het is echt goed dat we dit eten. Die vorige keer dat we Mac aten. Wanneer was dat? Met die gozer. Ik dacht dat je toen ook nog gefilmd. Ja, maar ik dacht thuis. En thuis hebben we nooit Mac gegeten. Ik eet sowieso niet veel Mac, maar dat is niet omdat ik het niet wil, maar... Gewoon niet goed. Ik weet dat het gewoon niet goed voor me is. Klopt. Ik had een tijd dat ik het echt vaak had, maar echt voor YouTube ook. Mm-hmm. Mensen vinden McDonald's Mac ben gewoon leuk, maar ik vind het zelf ook leuk. Dat is gewoon niet goed voor jou. Stel... Je zou één ding van de Mac een jaar lang moeten eten. Elke dag als avondeten. Oeh. En moest, hè? Wat zou je dan kiezen? Ik ben erbij. Kipnuggets. Lekker. Ja, maar dat, je moet ook zeg maar een jaar lang. Dan moet je ook een beetje in gezondheid nadenken. Dan kan je beter die salade doen. Want je moet het een jaar lang. Ja, oké. Je kan toch niet elke dag. Maar kipnuggets kan je wel door alles verwerken. Salade. Nou,
Dan verbleef ik al een beetje zo'n regel. Ja. Ik zou denk ik misschien die wrap doen. Maar er zit ook gefrituurde kip in. Ja, maar ja. Dan heb je wel een wrap. Dan kan je nog beter los eten. Ja. Ja, of gewoon een cola, cola zero. Lieva slaapt dus bij ons. Ja. Ik zo hier nog heen. Echt een cute ding. Niemand. Hij gaat lekker op mijn bank slapen. Die bank zegt 1 bij 1 en Lieva zegt tering rood. Ja, maar is lang. Nee, ik vond het echt geweldig leuk. Ik ook. Echt buiten mijn verwachting om. Ik dacht, wat een kut weer. Gewoon als een kutzooi überhaupt allemaal. Zullen we wat anders doen? Of nee, en je moest kiezen. Dus bijvoorbeeld... Dilemma. Ja, dat. Of de rest van je leven 3 uur slaap. Of de rest van je leven elke dag McDonald's? Elke dag McDonald's? Als jij... Oh, ik ben met Tom. Als jij 3 uur slaapt, dan ben je hoe dan ook ongelukkig. Ja. McDonald's kan je nog enigszins gezond maken. 100% McDonald's. 3 uur slaap gaat nog niet worden. Nee. Ik ben alles toch gering bij 6 uur slaap. Ja. Okay. De camera viel uit. Oké, okay, of je moet een jaar lang op de grond slapen. Dus gewoon... Ik bedoel dan gewoon echt geen matras. Ja. Dus je mag ook niet matras, maar gewoon echt op de grond van hout. Of elke keer als je de app binnenkomt, moet je je tieten flashen. Ja, dan mijn tieten flashen. Ja? Ja, sorry. Ik zou eigenlijk op de grond slapen. Ik heb beter mijn eigen geluk dat ik gewoon lekker in mijn warme bedje lig. Ja. Waarschijnlijk mag je die af op een gegeven moment toch niet meer binnenkomen. Overal mijn winkel verbod. Koud af, dan ga ik gewoon in Dirk. Nee, nee, nee. Ja. And that's not how the rules work. Of Diego at mij. Nee. Oplichters. 13 augustus Wavy Bloemendaal. Oké, daar gaan we heen. Dat is echt fucking leuk. Ja, dat heeft hij ook tegen mij gezegd, maar schat. We gaan backstage daar. Dat is fucking leuk. Ik zweer, dat gaan we doen. Zo. Ja, voor mij heb ik het niet even. Wat? Voor mij heb ik het niet even. Of je moet stoppen met haps. Of ik weet. Do heeft mij dit gezegd, hè? Wat zou je doen? Stoppen met haps of het uitmaken met mij? Ja, dat wou ik ook zeggen. Maar dat was een beetje hard te vlog. Dat zijn van die dingen dat je net nee. dat je zegt of je moeder of je vader. Je moeder of je vader. Ja, what the fuck? Niemand. Ja. Nee, of stoppen met haps of dat je ouders doodgaan. Ja. 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 Nee. Sorry, maar of gaat je mag nooit meer iets lekkers eten. No. Ja. Je mag nooit meer ijs eten. Oh, dan start ik wel weer een nieuw bedrijf. Sorry, maar dat is een primaire behoefte. Lekker, lekker leven. Ik mag nooit meer ijs. Besef dat ik het moeilijk vind, want ijs is echt mijn leven. Cheers. Ja, jij bent letterlijk ijs aan het eten nu. Maar echt gewoon voor je denken, of je mag nooit meer haps of nooit meer ijs. Nooit meer haps. Nee. Oké, nooit meer ijs. Nee, maar echt? Ja, het is geen goede fout. Nee, nooit meer ijs dan. Ja, dat is kut, maar ja. Of een luimbestand. Of je moet 2 jaar in de gevangenis zitten. Ja, 2 jaar gevangenis. Wel heavy hoor. 2 jaar. Maar ik snap het wel. Het is je relatie. 2 jaar. Dit wordt een evil dilemma. Ja. Besef, ik heb een keer met mijn vriend het dilemma-spel gedaan te hebben, een zieke ruzie. Ja, dat snap ik. Want dat was iets van, of je gaat met die neuken, ja. Of je op een gegeven moment gewoon echt... Dan gaat het gewoon helemaal uit of context. Oh, en dan is jezus. Het echt... Ik kan me niet eens meer herinneren wat de druppel was, maar het ging echt goed. Oh. Ja, maar dat, ja, je hebt gewoon dilemma's dat je niet kan kiezen. Ja, sommige dilemma's is gewoon... Nee, je hebt ook gewoon, je hebt van die spellen toch, en dan staat er, of je hebt een, je billen op je gezicht, ja. Nee, dat is ja, of je poep voor de rest van je leven spijkers, of ja, denk je handen zijn je voeten. Oké. Okay. Dit zijn echt van die dronk gesprekken, dat je dit morgen terugkijkt. Ja, jij moet het allemaal terugkijken voor het editen. Ja, dus moet het zo maken. Dan denk ik echt, god.
Oké, of je moet voor altijd op hakken lopen. Ja. Dus gewoon voor altijd. Ja. Of je moet voor altijd in een joggingpak. Voor altijd een joggingpak. Dus heel confident. Ja. Maar ja, je kan een joggingpak best stylish. Ja, kan. Is dat lief, hij al? Nee. Dat is niet binnengekomen. Heeft hij jou geprobeerd te bellen? Of zijn gewoon letterlijk buren? Ik werd niet binnengelaten, Etty. Hij wordt gewoon niet meer. Oh, dat vind ik echt kut. Maar waar is hij nu dan? Ja, hier. Hij zegt, ik ben oom in juli. Nou, guys. Bedankt voor het kijken naar onze dilemma. Oké, laatste. Als je nog een leuk dilemma hebt, laat in de comments weten. Of je moet elke week met een andere gast neuken. Ja. Of je moet elke dag met een chick zoenen. Zo. Ja, dus. Ja. Dus maar als zeg maar, je mag, dan moet dan, zeg dan maar, je mag moet gewoon met stand blijven. Ja. Dat is niet dat je het uit moet maken. Nee. Maar je moet om in leven te blijven. Elke week met een andere gast neuken. Dus Oké. Hij viel uit. Hij viel uit. Maar ik vind het echt gewoon mannen te neuken. Dus of je moet elke dag met een chick zoenen. Of je moet elke week. Maar mag het ook gewoon elke dag dezelfde zijn? Nee, je moet elke dag of elke dag en elke week met een ander. Dat moet. Dus en het is niet dat het dan uit moet zijn, maar nee. Dus je moet dan, de stam moet er dan mee akkoord gaan. En met het zoenen van die chicks ook. Ja, ik zou denk ik misschien toch voor de chicks gaan. Ja, ik ook. Ik hoef echt niet elke week een andere gozer. Ik vind dat zo gehoor. Gadverdamme. Ik kan echt niet elke week een gozer vinden waar ik denk, nou met jou wil ik echt een bed delen. Maar besef dat elke dag met de chicks zoenen is ook wel een andere dedication. Dat je die elke dag. Maar dan zou ik gewoon één chick vinden. Het mag niet dezelfde. Ja, maar je kan toch niet elke dag een ander. Leef! Ja? Wat een kut leven heb jij. Oh. Ben jij hier? Ja, we zijn hier. We zijn aan het filmen. Pas hoor. Ik vind het echt niet leuk. Heb je map jezelf? Ja, zo. Oh, kut. Ik ga even 1 seconde passen. Oh, dit is ook weer zo kut. Ja, dit is ook alweer kut. Oh, maar ik moet zo aan passen. Het is daar. Wacht, de schoenen uit, hè? Wacht. Oh ja. Ik ga je zo iets doen aan het ja? Ik wil het. Heel kut, dit was ook zo gênant. Dat is van hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren niet gevlogd, want ik lag gisteren de hele dag ziek op bed. Ik ben wel een stukje beter al gelukkig, maar nou, niet topfit. Ja, ik werd er echt gestoord van. Maar... we zijn nu geluncht bij Soho. Super lekker een zalm. Zo lekker scrambled egg ook. Scrambled egg, alles erop en eraan. Mac and cheese, ik heb een acai bowl. Lekker cappuccinootje. Nou, heerlijk. Sil en ik zijn aan het kijken naar vluchten voor Bali. Want we willen heel graag op vakantie. Nee. Maar daar. Maar ja, dat staat ook bekend om. Ja. En inderdaad, daar is het wel goedkoop. Ja, ik heb nu nog niks staan, maar ja, het is natuurlijk ook oktober, dus... ja, en dan kunnen kiezen via Marktigo, of via Hansa, of via... maar dat moet je bellen. Of Book with Tickets. En we zitten op de hele groene, want normaal is het schijnbaar... ja, we zitten nog in een soort goedkope tijd. Want het is dan nu 1000 euro voor een ticket. Maar ja, misschien betalen inderdaad sommigen wel veel meer. Oh, vandaag is dat Milkshake Festival. Goed, ik heb morgen een afterparty in Radio. We gaan. Nou, Sarah. Hallo allemaal, goedemorgen. Het is zondag. Gisteravond ben ik naar de Barbie film geweest. Ik weet eigenlijk niet of ik dat tegen jullie had verteld. Ik was erheen gegaan met mijn nicht, hadden vooraf lekker sushi besteld en gegeten. En daarna zijn we dus naar Barbie gegaan. Ik vond het heel leuk, maar ik vond het ook wel een beetje apart. Ik wist gewoon niet wat ik ervan moest verwachten of zo. Dus aan het einde van de film had ik wel zoiets van, wat heb ik nou eigenlijk gezien of zo. Maar het was wel grappig en ja, gewoon leuk omdat hij de standaarden doorbreekt. Ik weet nou niet echt of ik denk van, nou, ik vond dit zo'n leuke film dat ik dacht, ja... ik heb eigenlijk nul plannen, alleen dat ik vanavond met mijn ouders ga eten, maar ik ga lekker rommelen. Ik heb nog even wat filmen, eten. Ik ben eindelijk van mijn keelpijn af. Ik zit er nog een heel klein beetje, maar voor
algemeen is veel weg. Dus ja, even lekker zondagje thuis. Heerlijk. Bye. Trouwens een hele leuke nieuwe aanwinst. Deze glazen rietjes. Van AliExpress besteld. Hoe leuk zijn die. Echt. I love it. Dus ik heb rechte en gebogen. Dus het is chill voor in een cocktail bijvoorbeeld. Of in een glas met een ijs matcha. Ik vind het helemaal leuk. Kan het ook in deze? En deze is echt perfect voor een gin tonic of zo. Maar een wijntje ga je het niet echt doen. Nou, hierin sowieso niet. Nou, helemaal leuk. Just give me a...